Hallo, ik ben Lucy en in dit filmpje laat ik jullie zien wat Wikimedia Commons is. We zien hier de hoofdpagina van Wikipedia en we weten dat als we hier gaan zoeken dat we op allemaal mooie artikelen terechtkomen die vooral bestaan uit tekst. Wikipedia is een encyclopedie en deze encyclopedie bevat ook foto's. Maar waar staan die foto's allemaal? Die foto's hebben een eigen plek op het internet en die plek heet Wikimedia Commons. Hier aan de linkerkant zie je bijvoorbeeld onder het logo staan welke andere projecten er nog meer zijn. Zo hebben we Wikimedia Commons, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar ook MediaWiki, MetaWiki, WikiSpecies, Wikidata, WikiNews, WikiVoyage en zelfs WikiWoordenboek. Er is dus zeker voor elk wat wils. We kiezen hier voor de link voor Wikimedia Commons. En we zien dat we nu zijn bij commons.wikimedia.org en dan op de hoofdpagina. Deze hoofdpagina bestaat uit een foto van de dag, zoals ook op Wikipedia een artikel van de dag staat. Ook hier kunnen we scrollen naar beneden en zien we allerlei dingen die we nog kunnen lezen. Om het makkelijker te maken gaan we hier naar het Nederlands, kiezen we onze taal uit en hop, onze pagina staat in het Nederlands. Hartstikke handig. We zijn hier niet ingelogd. We kunnen hier kiezen voor login. Omdat we al een account hebben op onze Wikipedia pagina kunnen we dezelfde gegevens gebruiken om bij Wikimedia Commons in te loggen. We kiezen dus hiervoor mijn gebruikersnaam TrainingsLucy. We voegen het wachtwoord in. En we zijn op deze pagina. En we zien hier dat we zijn ingelogd. We zijn nu in een vrij grote database aan afbeeldingen, geluidsbestanden en video's. We kunnen hier kijken naar de afbeelding van de dag, mediabestand van de dag. We kunnen hier uitzoeken wat we interessant vinden, bijvoorbeeld kunst. Zoals je ziet worden er fotowedstrijden georganiseerd. Daar kun je aan meedoen door hier te klikken. Er wordt hier uitgelegd wat de fotowedstrijd inhoudt. Op dit moment is er een challenge om trappen te fotograferen. Wij gaan ons daar op dit moment niet mee bezighouden. We zien hier ook dat er een collectie is van een behoorlijk groot aantal vrij te gebruiken mediabestanden en dat iedereen kan bijdragen. Daar klikken we op en we worden wederom welkom geheten. Hier wordt uitgelegd wat Wikimedia Commons is. Ik denk dat dit een belangrijke zin is, een verzameling van vrije media die wordt onderhouden door vrijwilligers. Hier zie je dat je eigen werk toe kunt voegen. Als je een goede fotograaf bent, aarzel dan niet om waardevolle foto's toe te voegen. Als je een minder goede fotograaf bent, moet je vooral ook niet aarzelen. Ten eerste kun je alleen maar beter worden door het vaker te doen. En ten tweede, misschien kom je in een situatie die wij wel erg graag op Wikimedia Commons willen hebben. Het is natuurlijk ook erg leuk om van bepaalde plaatsen of gebeurtenissen een foto te hebben. Daarnaast mis ik een definitie van een goede fotograaf. Waar het wel heel erg om gaat hier, is dat je je foto beschikbaar stelt aan Wikimedia Commons. En dat houdt in dat je dat vrijwillig en gratis doet. Je krijgt geen geld voor je foto en je foto kan overal gebruikt worden. Ik zal laten zien wat er gebeurt. We kunnen hier kiezen voor Upload File. Dan krijgen we hier te zien wat we kunnen uploaden. Je kunt ook je Flickr URL invoeren en kiezen voor Get from Flickr. Ik heb zelf geen Flickr, dus ik ga nog even terug naar Upload File. We kiezen voor Next en hier zien we dat we kunnen kiezen voor een
File to share. En je ziet dat de file wordt geprocessed. En hier zie je dat de upload succesvol is geweest. Belangrijk om te weten is dat persoonlijke data kan worden meegegeven met jouw foto. Zogenaamde EXIF metadata kan het een en ander vertellen over jou. Het kan vertellen welke camera je hebt gebruikt. Wellicht ook welke locatie je je bevond. Dat soort dingen zijn goed om te weten. En die kun je eventueel verwijderen met behulp van een fotobewerkingsprogramma. In dit geval vinden we dit niet zo'n probleem en kiezen we voor verder gaan. Mocht je niet zeker zijn over de foto die je aan het uploaden bent, dan zie je hier dat je naar de helpdesk kunt gaan. Kun je altijd vragen stellen als je vragen hebt over de bestanden die je aan het uploaden bent. En ook heel belangrijk, alleen foto's die jij afgeeft onder de juiste licentie of die onder het publieke domein vallen, zijn toegestaan. En daarom staat hier, ik, trainingsLoesie, de auteurrechthebbende van dit werk, verleen hierbij iedereen het onherroepelijke recht, belangrijk stukje, dit werk te gebruiken onder de Creative Commons licentie naamsvermelding gelijk delen 4.0. Mocht je daar niet vanaf weten wat het is, lees dan zeker de juridische tekst. Daarvoor kom je op deze pagina van Creative Commons en je moet vooral doen waar je je prettig bij voelt. In dit geval kies ik voor de voorgestelde licentie en kies ik op volgende. Nou, we zien hier dat mijn afbeeldingstitel de datum is op het moment waarop ik het gemaakt heb. Dat is niet echt handig. En die gaan we dus aanpassen. We maken een eenduidige en beschrijvende titel en we houden het kort. Hier kun je nog kiezen voor een bijschrift in een andere taal. Mocht je bijvoorbeeld in het Engels, Duits of bijvoorbeeld in het Portugees willen toevoegen, dan kan dat altijd. En ook hier is er nog de beschrijving. We kiezen voor de beschrijving Zicht op Amersfoort in maart. Hier zie je dat er in de EXIF informatie, waar ik het net ook over had, duidelijk is wanneer en hoe laat zelfs ik deze foto heb gemaakt. Dat was op 30 maart om 13:51 en 1 seconde. Ik vind het niet een probleem, dus ik kies ervoor om dat te laten staan. Dan is het belangrijk om te kiezen voor een categorie. In dit geval lijkt me Amersfoort een prima categorie. We zien hier dat het optioneel is om een categorie toe te voegen. Maar als anderen jouw werk willen kunnen vinden, is het handig dat je een categorie toevoegt. Hier kun je kiezen voor locatie en meer informatie. Je kunt zelfs de breedtegraad, de lengtegraad en de richting invoeren. En als je nog overige informatie hebt die van toepassing is op deze foto, dan kun je dat opnemen. Ik heb daar geen informatie over, dus ik ga verder naar het volgende blokje. En daar zie ik dat ik door te klikken op publiceren instem met de gebruikersvoorwaarden en er onherroepelijk mee instem dat de bijdrage wordt vrijgegeven. Ik kies voor publiceer bestanden. Ik zie hier dat hij even aan het werk is. En nu is zicht op Amersfoort.jpg toegevoegd aan Wikimedia Commons. Nu zien we ook meteen de link met Wikidata. We zoeken hier naar Amersfoort, want dat was er afgebeeld. En ik bedoel inderdaad de stad en niet de gemeente, dus ik kies hier voor stad. Ik voeg verder geen kwantificaties of referenties toe. Mocht je niet goed weten wat je hiermee moet, kun je deze stap ook overslaan. Maar het is het allerleukste natuurlijk om jouw geüploade foto te koppelen aan zoveel mogelijk dingen. Ik kies hier voor de data voor alle bestanden publiceren. En we zien hier dat we worden bedankt voor het uploaden.
Mocht je de foto willen gebruiken in een pagina op Wikipedia, dan zie je dat je hier makkelijk kunt kopiëren. En natuurlijk kun je ook de URL kopiëren van de pagina. We gaan weer terug naar de hoofdpagina. Als we nu hier kijken naar de plek waar we zijn ingelogd, dan zien we hier dat we kunnen kiezen voor bijdragen. En dan zien we dat we een nieuw, de N van nieuw, nieuw bestand hebben toegevoegd, namelijk zicht op Amersfoort. En dat we een bijschrift hebben toegevoegd en een verklaring hebben aangemaakt, namelijk dat het afbeeldt Amersfoort. En Amersfoort heeft in Wikidata een eigen Q-nummer, zoals dat hoort. En dit is dan heel kort eventjes Wikidata. Gaan we weer terug. Dan kunnen we nog naar uploads. En ook hier zien we dat we één foto hebben toegevoegd, namelijk zicht op Amersfoort. Kies er nog even voor afbeeldingen. Dan zie je hoeveel verschillende en verscheidene afbeeldingen er zijn op Wikimedia Commons. Mocht je dus tekeningen maken of fotograferen, dan is dit een ideale plek om je foto's te plaatsen. Kiezen hier voor Amersfoort. Amersfoort. En dan zien we alle foto's die ooit van Amersfoort gemaakt zijn en op Wikimedia Commons geplaatst zijn. En dat zijn er niet weinig. Mocht je dan voor een project een foto nodig hebben, dan is Wikimedia Commons ook een ideale plek om deze te vinden. We zien hier onze eigen foto van zicht op Amersfoort. En we zien hier dat iemand bijna dezelfde foto heeft gemaakt en heeft geüpload. En hier kun je zien dat er ook video's over Amersfoort bestaan. In dit geval zelfs een mooi aantal zwart-wit video's. Zeepkistenrace, dat is een video die je nu kunt gaan bekijken. Allemaal vrij toegankelijk voor iedereen die het weet te vinden. En hier zien we audio over Amersfoort. Bijvoorbeeld het Nederlandstalige Amersfoort artikel. Maar ook het geluid van het Tsjechische stoomlocomotief bij vertrek uit Amersfoort. Gaan we weer terug naar de hoofdpagina. Ik hoop dat ik je heb laten zien dat Wikimedia Commons een uitgebreide hoeveelheid afbeeldingen, geluidsfragmenten en video's heeft die je vrij kunt kijken en over het algemeen gebruiken als je je aan de licentie waaronder het gepubliceerd is houdt, waar je zelf ook aan kunt toevoegen door het gebruik van de Upload Wizard. Mocht je meer zijn van beeld dan van tekst, dan denk ik dat je hier veel plezier kunt beleven.